Ik ben Dries. Ik studeer sinds 2 jaar in Brussel en ben verliefd op de diversiteit van deze stad. In deze reeks ga ik samen met u op zoek naar verhalen achter iconische plekken in onze hoofdstad. Dit is Carousel Brussel. Begin dit jaar startte ik mijn eerste avontuur. Dat begon in het Ossegempark in Laken. Hallo, dit is de kweeste naar een van de meest iconische gebouwen die de Belgische geschiedenis ooit heeft gekend. Sinds jaar en dag een van mijn favoriete plekken in de hoofdstad Brussel. Niet voor niks het paradepaardje van de wereldtentoonstelling in 1958. De geschiedenis van dit architecturaal hoogstandje is er een om u tegen te zeggen. Dit is mijn verhaal. Dit is het Amerikaans theater. Yup, dat is hoe het Amerikaans paviljoen er nu uitziet. Voor sommige mensen zal het even schrikken zijn. En voor anderen lijkt het gewoon op een van de vele verlaten gebouwen van onze hoofdstad. Wat ik in deze reportage te weten wil komen, is hoe het Amerikaans theater van een showbiz-stempel is kunnen veranderen in dit trieste gebouw. Om dit te begrijpen, moeten we teruggaan naar het jaar 1958. Brussel stond volledig in het teken van de wereldtentoonstelling. Deze expo van 1958 stond symbool voor vrijheid en vooruitgang. Er stonden meer dan 150 paviljoenen, waarvan er slechts 2 bleven staan na de expo. Het Atomium en het Amerikaans paviljoen. Ontworpen door architect Edward Durrell Stone bestond dit Amerikaans paviljoen uit 3 cilindervormige gebouwen. Een tentoonstellingshal met maar liefst 41 ingangen en een diameter van 105 meter, inclusief centrale binnenvijver met bewegende fonteinen. Een hoger gelegen cirkelvormig theater met 1200 zitplaatsen en een 360 graden bioscoop genaamd Circarama die na de expo werd afgebroken. Van over de hele wereld kwamen bezoekers kijken hoe er in het theater kleurentelevisie werd gemaakt. Ongezien in die tijd. Wie kon vermoeden dat precies in dit theater nog 60 jaar lang televisie zou worden gemaakt? Na de wereldtentoonstelling werd het Amerikaans paviljoen verkocht aan de Belgische staat voor $1. Enkele maanden nadien ging de BRT de gebouwen huren. Eerst het Amerikaans theater en nadien ook de rotonde om er televisie te maken. Gedurende vele jaren bleef dit de enige grote publiekstudio in België, waar veel iconische programma's werden opgenomen. Zelfs de Rolling Stones werden hier ooit geïnterviewd. De BRT werd VRT en de openbare omroep bleef er operationeel gedurende vele jaren. Ik trok naar de huidige VRT-gebouwen aan de Reierslaan om er met enkele mensen te spreken die lang in het Amerikaans theater hebben gewerkt. Ik vroeg hen waarom de VRT ooit het AT heeft verlaten. Omdat wij hadden een zeer mooie deal liggen met het Amerikaans theater, dat wij voor een vast bedrag, alleen voor een bedrag, namelijk het onderhoud, wij moesten jaarlijks een bedrag besteden aan het onderhoud van het Amerikaans theater, en dat was de kostprijs voor het gebruik daarvan. En het Amerikaans theater was duur om te onderhouden. Dat was in de grote orde van honderdduizenden dat er moest aan besteed worden, elk jaar. Dus de buitenschil is geïsoleerd, het dak is vernieuwd, er zijn continu infrastructuurwerken gebeurd. Maar voor de rest huurden wij dat voor de symbolische frank. Het Amerikaans theater is geen topstudio om in te werken qua inrichting of toestanden. Mijn grote hoop was, zolang dat we er zaten, dan zaten we er samen met Radio 2. En de radio die keek, zolang of dat televisie er zit, gaan we hier kunnen blijven. En televisie dacht, zolang of dat de radio er zit, gaan we hier kunnen blijven. Toen is Radio 2 Brabant naar Leuven getrokken. Toen zaten we daar als Einzelgangers met tv nog. En toen was dat plotseling te duur. Zouden de medewerkers weten in welke staat het Amerikaans theater zich nu bevindt? Sinds de sluiting in 2012 ben ik er eigenlijk niet meer terug geweest. We hoorden allerlei verhalen in de gangen hier. Onder andere, er
in de kelder, draaide constant pompen om het water weg te pompen, want dat stond op drassige grond. Sinds dat wij vertrokken zijn, zijn die blijkbaar stilgelegd en is ook de kelder onder water gelopen. Ik heb ook geen idee in welke staat dat het nu is. Ik weet niet dat het sowieso nog, want een gebouw dat niet onderhouden wordt, dat niet verwarmd wordt, ja, dat degradeert natuurlijk en uiteindelijk blijft er nog weinig over waar dat iets nuttigs mee gedaan kan worden en is het misschien wel nodig om het gewoon te slopen. Hè? Het gebouw slopen, dat zal niet snel gebeuren, Mark. En dat vooral omdat de stad Brussel er momenteel enkele VZW's onderbrengt. Deze zogenaamde korte termijn oplossing loopt nu wel al meer dan 7 jaar. En het ziet er niet naar uit dat hier snel verandering in zal komen. Dat wil wel zeggen dat de 1200 zitjes gewoon leeg blijven en de studio's ongebruikt sinds 2012. En dat is wat ik vandaag met mijn eigen ogen wil zien. Dat bleek makkelijker gezegd dan gedaan. Het gebouw ziet er verlaten uit en alle deuren zijn op slot. Ik druk op de bel voor leveringen in de hoop dat er iemand opendoet. Ik gebruik nu een verborgen camera. Na 10 minuten wachten zie ik een jonge dame verschijnen. Ze opent de deur en vraagt me wat ik er kom doen. Ik zeg haar dat ik een paar vragen wil stellen. Onder meer welke organisaties er op dit moment in het Amerikaans theater zitten. Het ding is, hier zitten niet echt per se organisaties of zo. Dat zijn eigenlijk gewoon allemaal kunstenaars die een atelier huren. Ah ja, oké. Okay. En die wonen ook hier? Nee, ik woon hier. Er zijn 6 mensen die hier wonen in de oude Radio 2-gang, dat is hier door links. En dan zijn er, ik denk, een stuk of 6 kunstenaars. Dat zijn zo die grote deuren die openstaan. Okay. En dat zijn vooral Franstalige kunstenaars die hier gewoon hun atelier hebben. Alright. En omdat er dus geen toegang tot het theater zelf? Nee. Nee. Ah, oké. Okay. Ze zouden daar 100 man in kunnen steken of zo om daar te wonen. Maar ze hebben daar niet voor gekozen. Ja, het is eigenlijk gewoon de bedoeling dat wij dat pand gewoon bewonen of zo. En op die manier is er geen, of toch weinig vandalisme of poging tot. En minder verval ook van een gebouw dat gewoon niet bewoond wordt, dat vervalt veel sneller. Dus. Tot de studio's van het Amerikaans Theater had de dame in kwestie zelf ook geen toegang. Ze zei dat we wel even konden verder praten op het binnenplein. Daar was buiten dit kunstzinnig opruimproject niet veel te zien. Ja, maar ja, het is ook zo. Het is zo'n beetje een politiek spel voor wat de toekomst van het gebouw is. En dat je daarmee, het enige dat je erover ziet in de media is zo dat een touwtrek. Maar ja, er is ook niet veel nieuws of zo. Het is niet dat er iets gebeurt in het theater. Jammer genoeg. Het zou beter wel zo zijn. Maar we zullen zien, en misschien in de komende jaren. We zullen wel zien. Met die weinig belovende woorden verliet ik het Amerikaans Theater. Helaas geen bezoek aan het theater zelf. Maar ik ben wel een aantal dingen te weten gekomen. Zo zei de dame die me heeft rondgeleid dat ik zeker eens moest onderzoeken wat nu precies dat politiek touwgetrek is. En eerlijk gezegd wil ik het fijne daar ook wel over weten. Hiervoor trok ik naar Elsene, naar het hoofdkantoor van Mediahuis Brus, waarvan Dirk de Klippelaer momenteel directeur is. Jullie kennen hem vast en zeker als voormalig directeur van de Ancienne Belgique. In die functie ijverde hij jaren voor de heropleving van het Amerikaans Theater in samenwerking met AB. Ik vroeg aan Dirk wie op dit moment de meest logische uitbater is voor het theater. AB, omdat AB al van in 2012 dat eerste businessplan geschreven heeft, eigenlijk vandaag ook, denk ik, de enige partij is die er een heel concreet voorstel voor gemaakt heeft. En dat voorstel van AB is: maak van het Amerikaans Theater een makersplek voor jong talent. Er is in Brussel en in Vlaanderen enorm veel nood aan repetitielokalen, maar ook werkplekken voor jonge kunstenaars. Een plek waar een jonge choreograaf zijn ding kan gaan doen. Dus er is heel veel ruimte om plekken te maken voor jonge kunstenaars. Er blijven dus 2 kampen die lonken naar het Amerikaans Theater.
aan de ene kant de Vlaamse regering met minister Jan Bon, die er een Vlaamse cultuurtempel van wil maken, in samenwerking met de AB. Aan de andere kant de stad Brussel met burgemeester Kloos, die het theater wil overkopen om het zelf uit te baten, waardoor hij de concurrentie met zijn andere zalen, Vorst en La Madeleine, veiligstelt. Gezien de federale regering eigenaar is, moeten deze drie partijen tot een akkoord komen. En dit kan nog wel even duren. Waarom het zo lang duurt? Ja, omwille van de Belgische situatie. Het gebouw is in handen van de federale overheid. De AB, die het initiatiefnemer is, is een organisatie van de Vlaamse overheid. En het gebouw ligt fysiek op het grondgebied van de stad Brussel. Dus je moet de neuzen van die drie overheden en al die verschillende politici in dezelfde richting krijgen. En dat is, zoals je weet, niet makkelijk in dit land. Inderdaad, niet makkelijk. Ook in de geschreven pers werd er naarstig gezocht naar een oplossing voor het Amerikaans theater. Is dit niet het moment om actie te ondernemen? Ik denk dat op politiek vlak is er nu voor het eerst een Vlaamse regering die het Amerikaans theater in het regeerakkoord heeft geschreven. Dus vandaar staat er letterlijk in het regeerakkoord dat de Vlaamse regering als intentie heeft om dat gebouw over te nemen van de federale overheid om het een culturele bestemming te geven. Dus ik denk dat politiek gezien de kaarten beter liggen dan ooit. In afwachting van een regering probeer ik nog steeds een bezoek te regelen. Ik ga toelating vragen aan de eigenaar, de regie der gebouwen, die het vastgoed beheert van de Belgische staat. Ik was amper binnen en kreeg van de security al een verbod om te filmen. Ik kon wel spreken met een medewerker van de regie, die me op dat moment geen uitsluitsel kon geven. Een tijdje later stuurde hij een mail met een teleurstellende boodschap. Dus ik ga vandaag bellen naar Wietse om te vragen eigenlijk wat nu juist de reden was achter het mailtje wat hij stuurde, dat ik niet binnen mocht wegens organisatorische moeilijkheden. Maar ik vond dat een beetje vaag, dus ik ga hem eens bellen. Hallo, met Wietse, regie der gebouwen. Dag Wietse, het is met Dries Leenaert. Ik had een vraagje in verband met een mailtje wat je mij gestuurd had. Waarom dat dan niet kon? Ja. Het zit namelijk zo dat wij... Ja, het Amerikaans theater is niet open. Het is moeilijk voor ons om een extra toegang te geven, omdat wij momenteel ook met een personeelstekort zitten. Waardoor dat wij eigenlijk ons vooral moeten bezighouden met de kerntaken van de regie der gebouwen. Dus dat is eigenlijk de situatie op dit moment. Ja, veel succes nog alleszins, zou ik zeggen. Ja, dank u wel. Oké, goed. Ja, dag. Bye. Gesprek beëindigd. Enkele dagen later probeerde ik bij interim vastgoedbeheer, de bewaarder van het gebouw. Goedemiddag, ik spreek mij aan van interim vastgoedbeheer. Ik moest weer terugbellen. Ja, ik had u een tijdje geleden gemaild in verband met een vraag over het Amerikaans theater. Maar jullie zouden daar al een antwoord op hebben? Ja, dat is helaas niet mogelijk. Oké. En waarom precies? Ja, dat is zo besproken dat we dat helaas niet kunnen doen. Goed, oké. Bedankt voor uw antwoord. Ja, geen probleem en wat succes nog hoor. Ja, merci. Tada. Bye. Gesprek beëindigd. Ik ben ten einde raad. Ik weet niet waar ik nog moet zoeken. Zou het kunnen dat er op de VRT nog een sleutel ligt? Er is maar één manier om daar achter te komen. Ik heb een vraagje. Hebben jullie de sleutel van het Amerikaans theater toevallig? Oh, die sleutel gaat sowieso iemand van de VRT verantwoordelijk bij de security beneden moeten gaan halen. Ah, oké. Ik zeg mij eigenlijk ook gewoon niks Amerikaans theater. Ik weet niet of dat is. Ah, oké. Ja, ik zal het nog eens navragen. Of we effectief kunnen binnenkijken in het Amerikaans theater, ziet u in de volgende aflevering. Recording. Is jouw moeder, Jada, zing het aan mijn leraar. Nog een keer.
ooit heeft gekend. Ah, kak, sorry, ik kan niet. Sorry, lach aan mij. Amerikaans theater. Ja!